Beste mensen, unboxing time, iPhone 13, daar komt ie, huppatee, klaar. Snelste unboxing ever. Beste mensen, in deze video ga ik even goed praten waarvoor ik zo veel geld uit heb gegeven aan zo'n stom ding weer. Ik ga niet te veel in-depth over de iPhone zelf, over de techniek. En hoeveel anders die is vergeleken met andere telefoons, whatever. Daar heb je veel betere kanalen voor. Marcus Brownlee, Unbox Therapy, MaxTech, Bright, Mr. Who's the Boss. Dat soort kanalen, weet je. Dus ga daar lekker heen als je echt in-depth wil weten over de iPhone. Korte samenvatting, het is een mooi toestel. Hij is vierkant. Ik vind dat minder fijn wel trouwens dan de iPhone 11 Pro, waar ik nu mee film. Hij is wat lomper dan de vorige. Maar de camera's zijn hartstikke goed. En dat wil ik wel even vertellen waarvoor ik hem heb gekocht. Maar vooral hoe. Dat is helemaal leuk. Dat is een leuk verhaaltje. Waarom ik hem gekocht heb. Ik run mijn hele YouTube kanaal. Sinds de iPhone 7 run ik op mijn telefoon. Dat is mijn vlogcamera. Ik vlog daar altijd al mee met mijn iPhones. Begonnen dus op de iPhone 7. Toen de iPhone 10. Toen de iPhone 10S of de XS, hoe heet dat ding. Toen de iPhone 11 Pro. Daar kijk ik nu naar. En nu naar de 13. Ik heb de 12 overgeslagen. Omdat de camera's van de 11 naar de 12... bijna geen verschil hadden. Maar de 13 die heeft op de ultra wide lens, dat is deze, dat is dat hele wijde lensje. Kijk, dat ziet er ongeveer zo uit, hè. Je hebt de normale lens, kijk, dat is deze, zo. Hallootjes. En ultra wide, dat is deze. En hier vlog ik eigenlijk altijd mee, omdat ik dan veel meer in beeld krijg en dichterbij kan staan, zonder dat iemands gezicht altijd zo, hallo! Kijk, dus, dit is onsmakelijk, vind je niet? Dit is gewoon onsmakelijk, toch? Dus je wil een wide lens hebben, zodat je zeg maar nog steeds dichterbij kan zijn bij het microfoontje, want dan heb je goed audio. Maar je wil niet zo iemand recht in je face hebben op YouTube. Ik vind dat onsmakelijk. Dus de ultra wide lens is heel erg belangrijk om te gebruiken, vind ik. Maar die is op de iPhone 11 Pro, die ik hier heb staan, dat is een hele slechte camera lens eigenlijk. En op de 13 hebben ze hem flink verbeterd. Hij is van een f2.4 gegaan naar een f1.8. Voor de mensen die met camera's werken, die weten wat dat betekent. Meer lichtinval, minder ruis, scherper beeld. Dus dat is een aanzienlijke upgrade. Ik denk niet echter dat jullie het heel erg gaan merken op mijn YouTube kanaal. En daarbij wil ik ook gelijk zeggen, alhoewel nu ga ik mijn eigen verhaal onderuit halen waarvoor ik dit domme ding heb gekocht. De kwaliteit van je YouTube video, van je camera's, maakt niet heel veel uit op YouTube. Ik zit al 2 jaar lang, zit ik, of 3 jaar, 4 jaar, hoe lang ben ik al bezig, neem ik mijn video's op met een wasknijper microfoon. Werkt toch? Zie je altijd andere YouTubers, hele studio's bouwen, YouTube Studio Tour. Oh, saai. Gewoon wasknijpen, jongens. Dat is meer dan zat. Ik hou er echt van om mijn workflow zo simpel mogelijk te houden en zo compact mogelijk. Dat ik, als ik op reis ga, dat ik echt zo weinig mee hoef te nemen in plaats van allemaal gear. En daarvoor ook dit microfoontje, die wasknijper. Ik heb ook gewoon een goede microfoon. Kijk hier, zie je? Maar dan moet ik het geluid synchroniseren met mijn computer en het beeld. Dan moet ik dan later bij elkaar plakken, zeg maar. En deze microfoon, wat gewoon een Rode Lavalier lavalier, weet je zo'n ding? Wat zo'n daspeld microfoon is. Heb ik gewoon zo gemaakt. En die stop ik dan zo in mijn iPhone. En dan is het audio en het beeld gelijk gesynchroniseerd. En ik ga het editen daarna met LumaFusion. Dus ik edit ook mijn vlogs gewoon op mijn telefoon. En daarna doe ik het dan wel weer af-editen, zeg maar, in Final Cut. Om de puntjes op de i te zetten, om het audio iets te boosten, zeg maar. Ik gooi er een bepaalde effect overheen, zodat het audio, de geluidwaves, geleveld worden. Nou, dit is een beetje in-depth, maar ik vond het wel leuk om even te laten zien. De workflow achter de video's hier. Maar ja, de camera's zijn dus voor mij heel erg belangrijk. En dat ik het daarna ook direct kan editen op mijn telefoon, zonder dat ik bergen apparatuur nodig heb. En dan hoor ik je misschien zeggen van, Purs, kan je dan niet beter een Samsung kopen of een Oppo of een Huawei? Of zoals wij zeggen in Nederland, een Huawei. Wat is de Huawei? Een H in het Chinees spreek je uit als een G. Moet ik even aan Iris vragen zometeen. Vrouwtje, ik heb een vraag. Ja? Huawei. Hoe zeg je dat? Huawei. Huawei, hè? Ja, Huawei. Maar wij in Nederland zeggen altijd Huawei. Maar het is... Nee, Huawei is goed. Huawei. Uh-huh. Oké, beste mensen, zoals je het hoort, Huawei. Huawei. Oké, ja. Ja, het maakt ook allemaal niet uit, hè, welk merk je tegenwoordig mee koopt. Want, weet je, US of Android, allemaal goed en slecht. En die apps die je gebruikt, de meeste, ik gebruik Telegram, WhatsApp, Spotify, Flitsmeister, YouTube, Insight Timer, Kindle. Dat zijn allemaal apps die platformagnostisch zijn. Dus je maakt eigenlijk niet uit waar je op installeert.
Nu heb ik natuurlijk wel overal Apple producten. Dus ja, dan is het logisch dat ik een iPhone koop. En ik vind iOS ook wel gewoon lekker werken. Maar Android werkt net zo goed. En daarbij, je wordt toch wel bespied. Je wordt toch wel afgeluisterd. Of je nou een Huawei hebt en wordt afgeluisterd door Xi Jinping. Of een Apple koopt en wordt afgeluisterd door Biden. Afgeluisterd word je toch wel. En ik ben sowieso een mafkees. Want ik upload mijn hele hebben en houden. Mijn hele privéleven naar een Amerikaans platform genaamd YouTube. En dan nog één dingetje, voordat ik ga laten zien hoe ik hem gratis gekocht heb met Apple-aandelen, is dat mensen zeggen wel eens van, puh, jezus, wat leg je veel geld neer voor zo'n telefoon? Ben je helemaal gek geworden? Twee dingen, ik leg inderdaad altijd een groot bedrag neer. Ik koop hem gewoon, zonder abonnement. Ik heb namelijk een hekel aan vaste lasten. Ik wil zo min mogelijk vaste lasten hebben. Daarvoor betaal ik liever in één keer. Ik snap dat het soms goedkoper is om een abonnement te nemen, omdat hij dan misschien korting krijgt via telecom provider en dat soort dingetjes. Maar het is allemaal worstwezen, die paar knaken. Duur is het sowieso wel. En daarbij ook, ik neem nooit verzekeringen. Verzekeringen, ik wil niet zeggen dat is een scam. Maar ja, als je overal een verzekering voor neemt, jeetje, mina man. Hoe veilig leef je dan? Hè? Hoe veilig wil je dan leven? Ik was laatst bij de Pearl en toen kreeg ik nieuwe glazen. Ja, ter waarde van €150 of zo. Nieuwe brilglazen. Ik wou niet eens een nieuwe montuur, ik wou alleen nieuwe glazen. Zegt die Pikkenstein daar, fantastische jongen trouwens. Goede service bij Pearl. Die zei van, ja, wil je verzekering voor je glazen? Ik zei, nee man, ga weg joh. Hij zei, dat is handig man. Als je dan erop gaat zitten en zo, of ze vallen, dan kan je zo'n nieuwe krijgen. Ik zei, maar ik kan toch ook gewoon nieuwe kopen? Hij zei, ja, maar dat kost veel geld. Ik zei, ja, maar verzekering, ik kom nu al zoveel jaar bij jullie. Er is nog nooit wat gebeurd. Als ik die verzekeringen allemaal had genomen toen de tijd, dan was ik nu veel meer geld kwijtgeraakt. Ja, maar dat weet je ook niet. Ik zei, ja, dat klopt. Maar ik weet ook niet of ik die verzekering ga gebruiken. Dus wie is bij het rechte eind? Ik weet alleen dat mijn geld gaat kosten. Ja, maar dat geld van die verzekering, als je dat niet gebruikt, dan krijg je het eind van het jaar teruggestort. Zo, op een rekening. Ah, nee, niet op een rekening. Dat krijg je dan een soort tegoedbon die je bij ons moet gebruiken binnen een jaar tijd. Tja, dat is wel klantenbinding hier, zeg. Wat ik probeer te zeggen is dat elke constructie met verzekeringen die secundair zijn, dus verplichte verzekeringen zoals zorgverzekeraar en je autoverzekeraar, je inboedel en dat soort dingetjes, daar kom je niet onderuit. Maar ik ga geen verzekering nemen voor mijn telefoon en voor mijn glazen. Ik denk dat het verstandig is om een buffertje te hebben. Heb je dat niet, heb je geen buffertje, koop dan ook geen iPhone. Vrij simpel. Dan ga ik het nu laten zien, beste mensen, hoe ik hem gratis gekocht heb. En toen ik die iPhone 11 kocht, een tijdje geleden, dus 2 jaar terug denk ik ongeveer. Dat is deze. Die gaat nu trouwens naar mijn vriendin. Ik kreeg al vragen van Purs, mag ik die goedkoop van je overkopen? Nee, want deze gaat naar mijn vriendin. Dan heb ze ook weer een wat betere telefoon. En die iPhone XS die zij heeft, die geef ik weg aan een goede vriend van mij. Dan mag hij die gewoon hebben. Ik heb deze iPhone die ik nu in mijn handen heb. Deze iPhone 13, die heb ik gratis. Ga ik je nu laten zien hoe ik dat gedaan heb. En dan vind ik het leuk om de dingen die ik heb dan weer gewoon gratis weg te geven aan goede vrienden. Snap je? Anyway, toen ik deze kocht, deze iPhone, toen zei die gozer, iemand op mijn YouTube kanaal, die zei van, dus koop nou niet elke keer een nieuwe iPhone. Koop Apple aandelen, want die aandelen die gaan omhoog. En dat zei hij een paar keer. En persoon, als je kijkt, dat was een goede tip. Want het heeft mij aan het denken gezet. En toen dacht ik, ja, dat kan ik wel doen. Dat geld van de iPhone wegzetten. Maar ja, ik wil ook gewoon een nieuwe telefoon zo nu en dan, weet je. En toen dacht ik, wat als ik nu aandelen wegzet. En van die winst, of geld in aandelen wegzet van Apple. En die winst gebruik om een nieuwe iPhone te kopen. Oh, je weet toch niet zeker of de aandelen wel omhoog gaan? Nee, natuurlijk niet. Maar daar ga je wel vanuit, toch? Anders neem je geen aandelen. Je gaat niet aandelen kopen en denken van, nou, ik ga er vanuit dat het naar beneden gaat, dus ik ga ze nu kopen, toch? Dus ik heb Apple aandelen gekocht. Dit is mijn Excel sheetje over mijn aandelen van Apple. Ik heb op 10 januari heb ik gekocht en op 23 juni heb ik aandelen gekocht in 2020. En ik heb 28 aandelen gekocht. In totaal zie je daar, 28. Daar heb ik voor betaald per aandeel $81. Het aandeel van Apple is nu $142. Dit is een live Excel sheetje. Deze update 1 keer per dag automatisch. Dus nou, wat heb ik betaald zelf? Ik heb $2300 heb ik betaald voor die 28 aandelen, zeg maar. Ja. En de waarde nu van die $2300 is $4000, oftewel 74% over die aandelen, oftewel $1700
aan rendement. Oftewel, als je dat omzet naar euro's, gratis iPhone. Die oude kapitalist. Hij is best net zo pinter als die kerel van het CDA. Oh nee, dan had ik het nog in de Panama ergens weg moeten zetten. Had ik nog geen belasting hoeven te betalen. Ach, zo slim ben ik dan weer niet, hè, als een politicus. Misschien moet ik de politiek ingaan, kan ik daar wat leren. Maar weet je wat leuk is? Is dat, dit zou natuurlijk te gek zijn, hè, als je dit ook doet gewoon met je normale leven. Dus dat je ja, geld in een niet zo'n risicovol aandeel zet als Apple, maar in een VWRL, in een index of zo, waar je dan 6% per jaar uithaalt en dan van dat rendement gewoon leeft. Hè? Dus gewoon je huur betaalt, je natje en je droogje en zo. Dat heet dan ook de FIRE movement, dat weet je vast wel. Financieel Independent Retirement Early. En ik heb dat nu op een hele kleine schaal gedaan, door dus iets te kunnen kopen wat ik graag wil, zonder dat ik daar eigenlijk iets gedaan voor heb. Zeg maar. Dus ja, goed beste mensen, het is een mooi telefoontje. Er zitten wat nieuwe modus op met filmen. Cinematic modus, maar dat is... Zullen we even proberen trouwens? Even kijken, doe je zo, even uit. Ja, hij zit nu op cinematic modus. Even kijken wat... oh, hier. Even kijken hoor. Kijk, dan is de achtergrond heel wazig. Ja, dat wil ik eigenlijk juist niet. Ik wil juist dat je alles kan zien. Nu is mijn hoofd wazig. Nee, mijn hoofd is nu niet wazig. En de achtergrond wel. Dat is heel filmisch, maar als vlogger is het helemaal niet leuk. Want je wil juist dat iedereen alles kan zien waar je bent. Snap je? Dus dit ga ik dus niet gebruiken. Zo, hop, weer terug naar normale modus. Ultra-wide, met een goede lens. Dat is helemaal mooi. Ben je iemand die de camera's niet veel gebruikt? En gewoon lekker alleen WhatsAppt en scrollt op Facebook of whatever je doet? Of mijn YouTube een duimpje omhoog doet? Klik dan, joh. Klik dan even, joh. Dan is er absoluut geen reden om te upgraden naar de nieuwste flagship model van Samsung of van Apple, whatever. Heb je een iPhone 6? Ja, dan is het wel echt een sicke upgrade. Kom je van een 12 of zelfs een 11? Als ik niet een vlogger was, of hoe noem je zoiets, een YouTuber, een content creator, ja? Een content creator. Dan had ik het denk ik niet gekocht. Maar omdat ik een content creator ben, heb ik het wel gekocht. Dankjewel voor het kijken. We zien elkaar in de volgende video. Welkom in Uptober. Hoddel. Cheers.